Rotadia. Rien. Rotadia. Hello, I'm Modi van Zeeland. Rien. What's up en welkom bij een nieuwe aflevering op mijn YouTube-kanaal. Ik ben Lem natuurlijk, jullie gamecommentator. En voilà, we zijn klaar voor de 10e aflevering van de Pro Cyclist Mode op PCM 21. Mari van Zevenand. En wat kunnen we doen in de laatste ritten van de tweede week van La Vuelta? En natuurlijk ook in de derde week. Al gaan we niet de volledige week in deze aflevering duwen, ja, dat lukte niet. Dus volgende week nog een finale aflevering van de Ronde van Spanje. Met daar hopelijk dus de rode leiderstrijd op het eindpodium in Madrid. Dat is de doelstelling. Deze wolven mogen daaraan meehelpen. Natuurlijk hopen we dat we Almeida en Evenepoel ook in het gareel krijgen. Want het zal nodig zijn. Onze vormpiek is bijna over en uit. Ja. Het is een constatatie die niet zo echt de perspectieven opent. Want we zijn aan het strijden tegen Tadej Pogacar. We hebben wel een voorgift van 3 minuten. Dat is mooi natuurlijk. De valpartij heeft daar veel mee te maken gehad van Tadej, de Sloveen van UAE. En voilà, dit is het. Etappe 13, waar we dus mee beginnen. Een vlak parcours, 197 kilometer afgerond. Cerny, Morkov en Van Zevenand zitten nog in hun vormpiek. En voilà, dit is het exacte verschil. 3 minuten 18 op Tadej Pogacar. 3:36 op Bauke Mollema. Maar oké, ik denk nu niet dat Mollema nog een bedreiging vormt voor de eindwinst. Dus ik tip dat we echt wel de top 3 gaan halen met Mari Van Zevenand. Maar is het op plek 1 of 2? Dat denk ik dat het mogelijke scenario nog is. Die tijdrit, ja, dat is niet in ons voordeel. De komende bergritten zonder vormpiek is ook niet in ons voordeel. Vandaag wel nog een mooie plus 3. Dat is lekker, maar we moeten vooral kijken naar de sprinters binnen onze ploeg. Binnen de Wolfpack, binnen de Koenig Quickstep. En dan zien we vooral dat Morkov een heel goede dag heeft. Ja, plus 3 voor Mikael. Ja, en wij kunnen helaas niet klechten voor hem. Hè? We hebben hem niet ter beschikking. Wel Sénéchal en Cerny. En de eerste vluchters van de dag proberen daar ook meteen weg te komen. Wij zijn niet geïnteresseerd in die vlucht van de dag. Nee. We gaan misschien straks wel wat controleren met Cerny. Maar we gaan toch proberen om Sénéchal te loodsen naar een eventuele tweede ritzege. Zou mooi zijn. Zou heel mooi zijn. Maar we zullen het zien straks in de finale. Terwijl de vluchters van de dag echt wel hard moeten werken om weg te komen. En deze man in het rood nog steeds. Ja, lekker hè. Met dat frame. Refererend naar zijn Belgische titel. Maar natuurlijk ook naar de leiding in deze La Vuelta. Ja. We gaan het u wel aan. Met de man daar in het groen. Iets verderop zit hij daar. Tadej Pogacar. En wie van de twee gaat het uiteindelijk halen? Gaat hij ons afmaken de bergritten zonder vormpiek? Dat is toch wel iets waar ik naar uitkijk. En Touzé en Armee in de vlucht van de dag momenteel. Mr. L, wat vind je van het tourparcours voor 2022 dan weer? Wel, de eerste persvraag van deze aflevering. Ja, ik vind het wel een mooi parcours om eerlijk te zijn. Het is ook een heel leuk parcours. Maar in wie is een voordeel is het? Pogacar of Roglic? Ik durf het niet te zeggen. Ik denk dat Roglic bijzonder hard gemotiveerd gaat zijn om nu eindelijk eens die Tour te proberen winnen. Maar ik vrees ook wel, als Pogacar nog wat progressie maakt, dat het wel eens de laatste kans zou kunnen zijn voor Roglic. Hè. Gezien zijn leeftijd ook. Ja. Het zal in ieder geval weer een prachtige strijd worden tussen hopelijk nu wel de Slovenen. Want ja, na de afgelopen Tour verloren we heel snel al Primož Roglic met die valpartij. Waardoor dat toch wel de spanning wat verdween. Maar wij gaan naar de laatste meters, kilometers in deze etappe. 13e etappe, La Vuelta. We zien even naar de vorm van Stuyven. Een plus 4, ja. Philipsen had ook al... Nee, die heb ik nog niet uitgelezen. Een plus 3. Voilà, kijk eens aan. Ze hebben goede dagvormen. De concurrent sprinters, jawel. En wij gaan de trein nu bouwen met Cerny, met Van Zevenand en Sénéchal. De man in het rood dus met de lead-out voor de Fransman. En het wordt opboksen tegen Bora, tegen Alpecin, ook DSM of komen die niet? Ja, ik zie niet meteen de trein voor Bol. Maar nu wel Akkerman in het wiel van Pollitt. Alpecin is daar met Philipsen en wij proberen nu te komen
Matt van Zevenhand zometeen. Oh, we worden ingesloten. We worden ingesloten. Kom aan, Mauri. Maakt zich nu los. Maar Seneschala is het wiel kwijt. Nee. Hij is het wiel kwijt. Morkov nu tegen Philipsen, tegen Akkerman. Maar kijk eens aan, Jasper. Oh. Jappen. Zo makkelijk, man. Het is een goede dag voor hem. Volledig uitgebuit. Morkov is een mooie tweede. Akkerman op 3. En jawel, Mauri van Zevenhand. De nieuwe massasprinter op 4. En we spelen wel degelijk op extreem. Hier nog eens aangetoond. Het is 1.1, maar ja, oké. Ik ga er nu niet uitgaan om dat ook nog eens te gaan staven te tonen. Maar het was al heel lang geleden, hè. Dus ik dacht, het mag nog eens in beeld komen. Seneschal uiteindelijk een mooie 7e. Morkov dus op 2. Philipsen wint. Akkerman op 3. Van Zevenhand op 4. En Kiko Galvan op 5. Misschien wel een klein beetje de verrassing van de etappe, alhoewel. Is niet traag, hè, Kiko? Zeker niet traag. Philipsen won dus de tweede rit al in Burgos. En vandaag etappe 13 er ook nog aan toegevoegd. 2 keer raak voor de man van Alpecin Phoenix. En voor Alpecin Phoenix, de ploeg, is het dus ook gewoon de tweede ritzege in deze ronde van Spanje. Het algemeen klassement verandert er heel weinig. Evaluatie hier nog eens bijknallen. Ja, we hebben alle klassementen, dus wederom veel punten gepakt. Oh, en die 4e plek, die telt ook mee. En we gaan naar level 28, voilà. Het is van dat. Zijn maar zeker. En we kunnen kiezen tussen een statverhoging, een directe statverhoging, of een evolutie in het potentieel op lange termijn. Maar we gaan zo meteen eens kijken wat de directe statverhoging doet, hè. Als we voor een rondrenner gaan, gaan we omhoog in een klimstat. Wel 2 punten. Ook recuperatie gaat omhoog. Dat is al een mooie. Ja, als we voor de specialisatie klimmen kiezen, dan gaat er niet al te veel omhoog. En tijdrijden niets. Oh, damn. Oh, nee, dat is niet leuk. Ik wou eigenlijk voor tijdrijden gaan, maar er verhoogt niks. Oh, fuck. Why? Ja, oké. Okay. Sprinter, ja, maar dat zijn we niet. Puncher zouden we eventueel ook nog kunnen kiezen. Dan gaan ze wel onze heuvel als klimstat omhoog. We zouden nog voor ja, noordelijke klassieker kunnen gaan, maar dat is niet echt van toepassing. Baroudeur is ook niet van toepassing. Ja, ik denk dat ik voor de evolutie van potentieel op lange termijn ga gaan. Die limieten wat omhoog krikken. En wie weet dan bij de volgende statverhoging dat we dan wel een directe statverhoging aan de tijdrijden en de proloog kunnen toepassen. Dat zou wel mooi zijn. Ja, ik ga daarvoor. Voilà. Het is gekozen. Het is gedaan. Dus ja, geen weg terug meer. En dan gaan wij naar etappe 14. Een bergrit zal het worden, want je ziet het hier al. Alto's die uit de grond schieten. En voilà, we komen aan op de Pico Villegas. Ja, het is een bergrit. Zijn maar zeker. Met een stevige slotklim. 161 kilometer en geen vormpiek meer. Oh, nu al. De laatste rit van de tweede week en zelfs dan al geen vormpiek meer. Ah, damn. Dit valt tegen. Dit valt bijzonder hard tegen. In ieder geval, Tadej Pogacar, Mas en Carapaz. Zij kunnen wel eens de grote uitdagers worden in deze etappe om van Zevenhand het leven zuur te maken. Yates, Thomas, Carty hebben 2 sterren. Kemna, Sivakov, Mollema en van Zevenhand met 1 ster achter hun naam. Ja, we hebben uiteindelijk wel nog een 77 klimstat, hè. Zonder die vormpiek. We gaan eens kijken wat het wordt. Oh, kijk eens aan. Plus 3. Oh, heerlijk. Geen vormpiek meer, maar toch nog even een +3 noteren. Heeft er natuurlijk veel mee te maken met de recuperatie. Ook het leiden van deze La Vuelta in de leiderstrijd zitten is qua motivatie en mentale stuwing van de dagvorm altijd interessant. En daar gaat Fernandez. De man die op zoek is naar de blauwe bollen. Heeft die trui wel aan, maar staat daar niet aan de leiding. Nee, dat is eentje van Mauri momenteel. O'Connor zit ook mee in de vlucht. Hè. Dat is wel een potentieel gevaar op de dagzegen. En deze Alto de Collada brengt uiteindelijk Adria als eerste boven. Oké, okay, verrassend. Kjell, wat vind je ervan dat Kampenaerts terug naar Lotto gaat? Ja, ik had het eigenlijk zien aankomen. Ja, ik voelde het. Ik weet niet waarom, maar ik had een voorgevoel dat hij gewoon terug naar Lotto ging gaan. En het is inderdaad een beetje apart, want een paar jaar geleden was hij te duur. Kreeg geen contractverlenging, dus werd eigenlijk gewoon op straat gezet. En nu gaat hij toch alsnog terug. Maar hij zei, ja, hij zei zelf dat het om het gevoel gaat. Heeft geen
issue meer met de verloning die hij nu gaat krijgen bij Lotto. Dus ja, oké. Als Voxnor tevreden is, ja, waarom niet, hè? Maar ik zeg het, ik voel het aankomen. Ik weet niet waarom, maar ik had echt gewoon een voorgevoel dat hij terug naar Lotto zou gaan. Ik denk dat gewoon ook, ja... Ik mag het misschien niet volledig let op zeggen, hè, maar ik denk Kampenaerts in een buitenlandse ploeg, dat soms wel wat botst hier en daar. Ja, ik denk dat het geen simpele man is om mee te werken. Ja, sorry Kampi, sorry man. We gaan in ieder geval naar de slotklim. De Pico Billiercas. Net geen 16 kilometer, 6,5% gemiddeld. En daar zijn er al wat vluchters van de dag die terug naar het peloton zakken. En die zo meteen naar de achtergoede gaan zakken. En daar gaat Higuita. Higuita met de eerste aanval. Sergio open het vuur. Beide favorieten. Natuurlijk voor ons niet zo direct een gevaar. Welke dagvorm heeft hij trouwens, Sergio? Oh, plus 4. Jeet, zagen we trouwens dat hij een break-even dagvorm heeft. En deze Pogacar, oh, min 2. Min 2 voor Tadej. Wij plus 3. Ja, dat is wel een belangrijk verschil. Dat is een heel belangrijk verschil. In principe zouden we Pogacar misschien zelfs kunnen afrijden vandaag. Ja, we gaan dat natuurlijk proberen, want we hebben schrik. Hè? De schrik zit er toch wel wat in. Als we een mindere dag kennen in die bergritten, dan kan Pogacar ons pijn doen. En zeker als Tadej een goede dag heeft dan. En daar gaat Bilbao naar het groepje van Yates. Die zit daar met Mas, Higuita en Clark. Clark komt natuurlijk uit de vroege vlucht. En deze mannen zetten voorin door, hoor. Met Adria, O'Connor en Fernandez. Ik denk dat de ritwinnaar, ja, misschien daar zit, alhoewel. Het is een dikke minuut, iets meer zelfs. Ja, we zullen het zien. Gaan zij voor de ritzegen gaan of niet? Daar de versnelling van Yates en Mas, jawel. We zitten in de laatste 3 kilometer. De ritzegen gaat uit de vlucht van de dag komen. Dat is nu al duidelijk. Almeida is ons nu uit de wind aan het houden. Evenepoel kregen we niet ter beschikking, maar die gaat niet veel uitsteken op deze slotklim. En wij doen het goed, hè. Aerodynamische houding erin. 80 nu wat versnellen. We gaan toch nog proberen van Pogacar weg te springen. De gele balk zit goed, dus waarom niet aanvallen? Voilà. Aanval Mari van Zevenand in de laatste kilometers op de Pico de Billiercas. Kom aan, man. Kom op naar Mas en Higuita. En Pogacar, jawel, die moet passen. Pogacar moet passen. En daar Adria pakt hem. Oh, wat een verrassende ritzegen. Roger Adria voor Kern Pharma is het, hè? Ja. Kern Pharma pakt hier gewoon bij etappe 14. O'Connor laat zich vloeren. Kom aan, Ben. Hoe kan dat nu, man? Fernandez op 3. Dan Sergio Luis Henao. En dan die andere Colombiaan Sergio Higuita op plek 5. Voor Enric Mas van Zevenand. En ja, Tadej Pogacar. Hij ziet alweer zijn concurrent uitlopen. O'Connor 15 seconden nog aan de broek in die laatste meters. Fernandez op 28 tellen met Henao en Higuita. Wij op 38 seconden. En dan de groep Pogacar op 1-0-2. Met daarin Carty, Thomas, Bilbao, Sivakov, Champoussin. En Almeida, ja, oké, heeft hard gewerkt voor ons. Hè. Dankjewel, Joao. Heeft het beter gedaan dan Evenepoel. Terwijl Remco eigenlijk niet echt heeft gewerkt voor ons. En nu 3-38 de voorgift op Enric Mas. Hij is de nieuwe nummer 2 in deze ronde van Spanje. Pogacar op 3-42. Dan Higuita Mollema. De Britse enclave met Thomas, Yates en Carty. Carapaz, Bilbao, Kemna, De Gent, Izaguirre, Almeida en O'Connor. Oké. Een geruststellende etappe. Maar ja, de dagvorm was goed, hè. De dagvorm was goed, ondanks geen vormpiek meer. Het is vooral uitkijken naar de eerste bergrit waar we geen goede dag gaan hebben. En misschien komt dat wel in etappe 15. Al is het niet zo'n stevige bergrit, hè. Het is wel bergop, maar recuperatiemomenten genoeg. Normaal gezien zouden ze ons hier nooit mogen of kunnen afrijden. We worden voorspeld op een plus 2 dagvorm vandaag. Ja, hopelijk gebeurt dat ook. Zal altijd mooi zijn. Maar wel nog een sluw klimmetje. Daarvan derde categorie op het einde. Pogacar, Carapaz en Mas worden weer naar voren geschoven. Yates, Carty, Thomas en Almeida, Mollema, Kemna en Sivakov. Jawel. Gaat een van die mannen deze rit winnen. Met Mijares als een klim van eerste categorie in de finale. Alhoewel.
toch op het einde van de etappe. En dan de Puerto San Juan de Nava. Daar gaat het moeten gebeuren. Voor de mannen die toch nog wat tijd willen pakken op ons. Wij gaan gewoon defensief rijden. Verdedigen, dat is de taak vandaag. Overleven, ja, als je het zo mag stellen. En we gaan er ook de eerste persvraag ingooien van deze etappe. Het is er eentje van Len met de vraag, wat vind je van Mattia Cattaneo? Ook een man vanuit de Wolfpack natuurlijk, vanuit de roedel van Patrick Lefevre. Ja, steengoed renner, hè. Ik vind het echt wel een heel goed renner, oké. Krijgt misschien niet altijd zijn eigen kansen, maar is wel van goudwaarde natuurlijk binnen de ploeg. Ik herinner mij nog dat hij bij Lampre binnenkwam, als ik mij niet vergis. En daar was hij eigenlijk ook al goed, toonde echt wel talent. Maar oké, het kwam er niet helemaal uit na een x-aantal jaar. Dan ging hij naar Androni en daar reed hij volgens mij de beste Giro in zijn carrière, als ik me goed herinner. Ritzegen ook, 2019, kan mis zijn, maar ik dacht het wel. In ieder geval, dagvorm van Tadej Pogacar, break-even. Geraint Thomas nog even bekijken. Nou oké, dat lukt niet. Twee punten al gegeven en nog steeds niets te zien. Simon Yates, dat gaan we zo meteen even bekijken. We gaan even een poel meepakken in het wiel. Want Almeida krijgen we vandaag niet ter beschikking. Plus 1 voor Bauke Mollema. Dus Evenepoel mag ons straks gaan beschermen op de beklimmingen. En hier Simon Yates, waar ik daarnet al op stond. Maar oké. We krijgen niets te zien bij Simon. Wel zijn balken, maar niet zijn dagvorm. En dan gaan we naar deze Alto de la Centenera. En het is O'Connor die daar de strijd aangaat met Adria. En ik denk dat die mannen echt wel stilaan heel dicht bij de bergtrui zitten. En het is O'Connor die het nu wel haalt. Ja, gisteren om de dagzegen was het nog omgekeerd. Toen Adria voor Ben O'Connor. Ja, zuur wel voor de Australiër van de AJDR. Die duidelijk op zoek is naar een dagsucces in deze La Vuelta. Stan Moort gaat met de persvraag. Vind je ook dat de commentaren op Evenepoel veel te grof zijn? Goh ja, er wordt wel wat geschreven en gezegd over Remco. Zeker vanuit de socials. Maar ja, oké, de laatste tijd zijn die altijd grof. Eender over wie het gaat. Positief is soms ver te zoeken nog in onze maatschappij. Maar anderzijds, ja, oké. Evenepoel is ook niet op zijn mond gevallen. Dat lokt natuurlijk wel dat soort commentaren enigszins ook uit. Is dat gerechtvaardigd? Nee, in principe niet. En wij gaan hier toch nog proberen op de Mijares om nog wat punten af te snoepen van O'Connor. Toch nog even de strijd aangaan voor onze bergtrui. Komt O'Connor er nog over? Zit naar blok? Nee, maar hij pakt hem. Wow. Lekker. Klim van eerste categorie. Bam. Maar om nog even terug te komen op deze Evenepoel. Ja, hij wordt wel hard aangepakt. Hè? Ook in de media. Ze hebben hem veel te hard opgeklopt. Hè? Laat die jongen gewoon eens rustig groeien. Ik snap het soms allemaal niet. We maken als Belgische pers Evenepoel zelf een beetje kapot, vind ik persoonlijk. Laat hem gewoon rustig doen. Die gast is 21. Ja, kom aan. Niet iedereen is Tadej Pogacar. Hè? Die op zijn 21ste al een grote ronde weet te winnen. Dus laat hem gewoon rustig groeien. Binnen 4 jaar staat hij er misschien volledig op het rondewerk. Misschien ook niet. Dan is hij gewoon een heel goede puncher en tijdrijder. En dan zien we ook wel daar weer waar het schip strandt. Maar ja, het wordt allemaal heel hard opgeklopt. En nu Kemna met de reactie. Zij willen naar Mas. Yates volgt. Kaart die schuift ook mee. Pogacar zien we hier. En ja, Kemna met het gaatje. En dan laten we het nu maar aan Pogacar om het dicht te rijden. Ah, die valt wel aan. Dat is zuur. Nu moet Evenepoel alsnog uit zijn kast komen. Kom aan. Kom aan, Remco. Het gat moet dicht op die man in het groen. En hij gaat stevig door, hoor. Pogacar wil naar Mas. Wil naar Enric Mas. Ah, Evenepoel heeft ook niet meer zoveel op de boog zitten. Dan maar naar het wiel van Kemna. Kan Kemna het dan dichten? Pogacar andermaal met de versnelling. En zit in het wiel van Mas. Pogacar klaar om de rit te winnen. Daar gaat Carapaz. Carapaz van ver. En nog een man van Ineos die inschuift. Kwiatkowski is het. Die neemt over. Kwiatkowski of Pogacar. Komt de pole nog op tijd? Ah, het is spannend. Het is nipt. Maar het is Kwiatkowski hoor. Ja, hier zien we het eigenlijk. Hij gaat hem binnen. De pole van Ineos wint etappe 14. 15 is het. Excuses naar El Barranco. En alweer een mooie ereplaats voor Mauri. Plek 5 voor de Belg van de Koning Quickstep. Ja. Rode trui verdedigd. Voilà. Missie voltooid vandaag.
En Kwiatkowski, hij is de dagwinnaar voor Polen van Ineos Grenadiers. En dan zien we dat hij op 2 staat. Pakt dus bonies. Stennert op 3. Mas van Sevenant, Kovi, Costa, Champoussin, Higuita, Carty en Joao was 16e vandaag. Ja, oké. Okay. En Evenepoel heeft bijzonder hard gewerkt in deze etappe voor Mauri. Dankjewel daarvoor, Remco. 3.36 is nu het verschil. Pogacar wipt dus weer over Mas naar de tweede plek. Higuita, Mollema, Thomas, Yates, Carty. Ja, de mannen uit de UK. Nog steeds gezellig allemaal in elkaars buurt. Carapaz, Kemna, Bilbao, Izagirre en Almeida, plek 13. Ja, de mannen van de UK is logisch, hè. Met de Brexit, ze moeten allemaal in elkaars buurt blijven. Ze horen niet meer tot ons Europa. Voilà, de vijfde plek telde mee voor de evaluatie. Nog wat extra XP-punten erbij. En dan gaan we naar de voorlaatste etappe van deze aflevering, rit 16. Met wederom wat alto's tussendoor, maar we komen wel aan de kustlijn. Dus dat betekent dat we naar het vlakke toe gaan om aan te komen. En de alto's stellen ook niet al te veel voor. Het zijn er van derde categorie. Philipsen, Akkerman, Bol, Morkov, Stuyven, Bauhaus, Seneschal, Pollet, Smit en Consoni. En dan weet je dat we naar een massasprint normaal gezien gaan kijken. Alhoewel, we gaan het toch proberen, hè. En we komen erin in de finale in deze rit. Koen is net opgeslort door het peloton. De laatste vluchter van de dag. De laatste 10 kilometer ook. Kemna aan het front. Voor Akkerman dan, denk ik. Maar wij gaan het toch proberen met Mauri, hoor. Philipsen. Consoni. Ja, die mannen hebben wel goede dagvormen. Maar gaan ze de aanval van Van Sevenant kunnen pareren? Akkerman nog even bekijken. Plus 1 ook voor Pascal. Naar Santa Cruz de Bezana. Daar komt die knikker aan. Voilà, voilà. De Airo erin duwen. Zelken erin. En dan hier de aanval lanceren. En wie gaat reageren? Daar gaat de rode trui. Mauri van Sevenant. De inspanning wat verhogen. Agressiever aanval. En wat gaan ze nu doen? De laatste 5 komt er hier aan. Voilà. Oh, we gaan aan blok. We gaan aan blok. Wat doet het peloton? Krijgen ze het gat nog dicht? Reactie van Israel Nation? Jawel, Groschartner. Kom aan, Mauri. De dalende lijn hier. Zit er een derde ritzege aan te komen in deze La Vuelta? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Het lijkt me binnen dit. Alhoewel, ze zijn niet zo ver, hoor. We hebben geen sprint meer. We hebben geen sprint meer. Ja, als ze echt op tempo komen in die massasprint. Oh, bochten, bochten. Saved bij de bochten. Oh, heerlijk dit. Nee, nee, ze komen te laat. Mauri pakt hem. Mauri pakt zijn derde zege in deze ronde van Spanje. Wel dan, Mauri. Ja, lekker dit, man. Voilà. Akkerman op 2. Ja, Higuita. Sterke sprint naar plek 3. Dan Consoni, Stuyven, Philipsen, Pascalon en Bol. En hier nogmaals de herhaling. Ja, ze kwamen nog dicht, hè. Denk niet dat we extra seconden gaan nemen. Nee, ze eindigen eigenlijk zo goed als in ons wiel op de meet. Maar we hebben wel de dagzege binnen. En nog een paar extra bonies. Veel is het niet. Maar alle kleine beetjes helpen, hè. Ja. Laat Pogacar maar komen in de komende bergritten. Niet te goed, natuurlijk. Ja, hij mag komen, maar zo een halve minuut per etappe inlopen, dat zou eigenlijk voldoende zijn. Geen halve minuut is ook goed, natuurlijk. We gaan naar de evaluatie. Etappe 16. Wederom heel wat positieve punten die naar voren komen vanuit de ploeggeleiding. Heel wat punten weer gescoord. En we zitten al een kwart ver zelfs in level 28. Het gaat snel. Etappe 17. Voilà, wederom een bergrit. De laatste etappe in deze aflevering. En hier moeten we schrik van hebben, hè. Het is een stevige, lastige rit. Echt in het bergmassief. En we gaan ook nog even kijken. De laatste rit is van deze aflevering naar Lagos de Covadonga. En dan de finale aflevering krijgen we nog de Alto. Dat is de laatste bergrit van La Vuelta 2021. Maar ja, oké. Okay. We hebben nog 2 echt stevige heuveletappes. Vooral die tweede kan tellen op de voorlaatste dag. En dan afsluiten doen we met de tijdrit in Santiago de Compostela. Die heuvelachtig is. Dus ja, als Pogacar daar echt een heel goede dag heeft, dan gaan we toch nog moeten opletten, hoor. Maar eerst nog deze rit, hè. 2 keer over La Collada Llomena. De slotklim naar Lagos de Covadonga. Ja, het wordt stevig. Het wordt heel stevig. Pogacar, Carapaz en Yates. De 3 sterren achter hun naam vandaag. Mas, Carty en Thomas met 2 sterren. Kemna, Mollema, Evenepoel, Sivakov met 1 ster. Ja,
wie van hun gaat het hier halen? Ik hoop dat we kunnen wedijveren met Van Zevenant, want van hem geen spoor te vinden bij de bookmakers. Maar de Wolfpack staat wel als één blok achter hem, dat is hier duidelijk. Iedereen ter beschikking, terwijl Rune nog met een vraag, heeft Remco gefaald in het WK in Leuven? Ik vind persoonlijk van niet, nee. De bondscoach heeft daar het meeste boter op zijn hoofd. Ja, absoluut. Het gameplan, alles op Van Aert. Ja, ik snap het ergens wel. Vooraf had ik het misschien ergens ook grotendeels zelf zo gezet. Maar ik heb het ook in mijn video's gezegd. Ik zou absoluut Stuyven en Evenepoel als schaduwkopman hebben gezet. En niet echt gewoon Van Aert ultieme kopman en de rest knechten in dienst van. Ja, Evenepoel had meer vrijheid en ruimte moeten krijgen om in de finale ook zijn ding te doen. Had een heel goede dag. Dus Remco op zich heeft niet gefaald. Hij heeft zich gewoon aan de ploegorders van Team Belgium gehouden. Ook al was er nog veel commotie rond nadien. Maar hij heeft toch wel geluisterd, hè, op dat WK. Hij heeft gewoon de rol vervuld dat hij moest vervullen. En wij komen boven op de tweede passage van de Jomena. En het is Biscarra die er de punten pakt. Alweer O'Connor die hier echt wel probeert mee te dingen naar de strijd om de bergtrui. Al lijkt Roger Adria van Zevenant het meer gevaarlijk te maken. Maar wie weet, O'Connor misschien in de finale op Lagos de Covadonga. Want kijk eens aan, de minuten lopen op. De vlucht van de dag al bijna meer dan 8 minuten voorop. Ja, het ziet er goed uit voor de mannen die daar nog zitten. Geen idee wie, want Adria is er al af. Biscarra zit hier nog. O'Connor, Izaguirre, De Gendt, Schultz en Nijlands. Dat zijn de mannen die naar de top van de Lagos de Covadonga gaan. Een lichte ritzegen voor Thomas De Gendt in het verschiet. Izaguirre zagen we net versnellen. En wij gaan naar de laatste 5 kilometer op deze Lagos met het peloton. De groep der favorieten waar Kemna uit weg rijdt. Jawel, Kemna opent het debat in deze groep. Voorin zijn ze al bijna aan de finish. Hè. Dat is het verschil op deze Lagos. Het gat is dus eigenlijk voor geen meter dichtgereden in de finale. En wij controleren met Mauri. Van Zevenant zet hem uit de wind. Straks hebben we nog Almeida. En voorin zijn ze nu aan de meet. En wie pakt hem? Oh, het is Ben O'Connor. Voilà. Hij heeft zijn ritzij gebeet. Ben O'Connor nadrukkelijk te zien in deze aflevering. In de vluchten dag na dag. En nu de reactie van UAE met Kovi. Neemt Pogacar op sleeptouw, zijn kopman. We zagen ook nog Costa in het wiel zitten van Pogacar. En ze rijden terug naar Kemna hoor, ja. Het gat op Kemna wordt gedicht. Airo erin nu met Van Zevenant, Schelke. Oh, even opletten hier, dat we niet geblokt geraken. Kom aan, geen tijd verliezen op Pogacar. Hij heeft wel een klein gat nu. We hebben nog een sprint. We hebben nog wat gele balk, maar ik vrees dat we niet meer bij Pogacar gaan geraken. Tadej met een stevige aanzet. We hebben ook een min 1 dag voor. Het is dus duidelijk als we geen superdag hebben, dat het ten opzichte van Pogacar veel minder is. Maar oké, okay, we beperken echt wel de schade hier op de Lagos de Covadonga. Ja, het ziet er goed uit. Het ziet er goed uit. Voilà, plek 13. Heeft natuurlijk veel te maken met de vlucht van de dag die daar nog voor zit. Maar we verliezen wel wat tijd op Pogacar, niet al te veel. En als we dus in de volgende aflevering, de opener, de laatste bergrit van deze La Vuelta dus kunnen overleven, ja, dan is het bijna binnen, zou ik durven stellen. Maar oké, we moeten die bergrit wel nog afwachten. Hè. Voor hetzelfde geld krijgen we daar een oplawaai van een minuut of 2 à 3 van Pogacar. En dan is het in die tijdrit meteen over en uit voor Mauri. Maar Ben O'Connor heeft eindelijk wel zijn ritzee gebeet. Ja, die zal blij zijn. En die pakt behoorlijk wel wat minuten. 8-17 op Van Zevenant. Net geen 8 minuten eigenlijk op Pogacar. Mollema in een groepje op 8-33 met Sivakov en Bilbao. Carapaz 8-39 verloren. Evenepoel met 8-44 minuten achter zijn naam. En voilà. Oh, O'Connor wordt zelfs tweede. Wow. Oké, dit is wel maf. Oké, plots is Ben O'Connor nog een outsider voor de eindzege. En ook Izaguirre schuift naar plek 3 door. Wow. Deze zag ik wel niet aankomen. Ik dacht, oké, die gaan misschien de top 10 binnensluipen op die manier. Maar naar de tweede plek, Ben O'Connor. En De Gendt komt hier ook de top 10 in, hè.
Ja, wat is dit allemaal, man? Oké. Peloton heeft die bijzonder veel minuten gegeven en eigenlijk stonden die toch nog redelijk dicht. Ja, ik had het niet door in ieder geval. Almeida op plek 15 nu, even de poel op 16. En de Britten die schuiven nu naar plek 19 en 11, maar blijven echt gewoon samen. Ja? Die zijn een trio ronden aan het verrijden. Gewoon samenwerken, zeggen ze. En dit is evaluatie. Na de Covadonga, die nog best positief is. Dus we hebben onze rode trui verdedigd in deze aflevering. We staan nog steeds aan de leiding van deze La Vuelta 2021. Het ziet er goed uit, alhoewel de volgende aflevering, finale aflevering van de Ronde van Spanje, nog één bergrit te gaan. Hopelijk gaat Pogacar daar niet uithalen, want we hebben onze vormpiek niet meer. Dus een goede dagvorm is misschien uit de boze. Maar we gaan er alles aan doen natuurlijk om deze Ronde van Spanje te winnen. Mis het niet de volgende keer. Abonneer gerust op mijn kanaal. Geef nog een like aan deze video. En tot de volgende. Bye bye.